Het waren vier spannende dagen voor eierboer Van den Heuvel en zijn familie. Maar vandaag kunnen ze opgelucht ademhalen. Op hun bedrijf geen vogelgriep. Ja, we zijn opgelucht. We zijn vrijgegeven. Maar ja, het kan zo wezen dat we morgen weer op slot zitten. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Hè? Of er nog meer bedrijven bij komen. Het valt behoorlijk plotseling uit de lucht eigenlijk. Dus het is echt voorzichtig blijven. Dus ik hoop dat ze vandaag de eieren halen, want dat denk ik wel. Maar anders dan hebben we echt een probleem. Want de 48.000 kippen leggen ruim 350.000 eieren per week. De schuren zijn op dit moment tot de nok toegevuld. En dus moeten de eieren de deur uit. Dat mag, maar nog steeds onder strenge voorwaarden. Die blijven van kracht voorlopig. Nou ja, het is echt één op één rijden met eieren ook en zo. En nou, met voer ook één op één. Nou, we houden het hier aan de dam, houden het gewoon op slot. En voordat we naar huis gaan, dan gaan we ontsmetten we. En als we in de stal gaan, ontsmetten we ook. En dan trekken we andere lazen aan. En als we in de stal zelf gaan, dan trekken we ook weer andere lazen aan. Dus ja, voor de rest moeten we nog afwachten wat er precies gaat gebeuren. Grote vraag is en blijft hoe het vogelgriepvirus in de regio heeft kunnen opduiken. De meeste kippenboeren hebben wel een vermoeden. Ja, toch wel. Ja, de wilde vogels die zullen het allicht meenemen. En hoe het dan binnen in de stal komt, dat is nog onduidelijk. En dan zijn ze nog veel aan het onderzoeken en aan het kijken hoe dat komt. Dat weten de hoge heren zelfs niet, dus het blijft lastig.